Ja, leer jij maar eerst gewoon FIFA spelen voordat je allemaal Rabona's gaat doen en Rainbow Flicks. Ben je op zoek naar goedkope FIFA 15 Ultimate Team Coins? En ja, dan bedoel ik ook echt goedkope. Deze shit is echt de helft van de prijs van mijn vorige sponsor. Maar check dan fifacoinsnl.com in de link in de beschrijving en gebruik die code LUCKYGRAAP. En maak kans gedurende de Team of the Season je aankoopbedrag terug te krijgen. Yo mensen, en welkom bij volgens mij de 10e aflevering. En dat betekent 10 is altijd speciaal en daarom ga ik niks speciaals doen. Maar is het wel speciaal? Maar het is de 10e aflevering van Road to Division. Man. Als jullie weer allemaal massaal die like kunnen droppen, zou fucking awesome zijn. Laatste tijd is dit wat minder op deze serie, maar dat maakt het niet uit, want het is nog steeds fucking veel. Maar ondanks dat, helaas geen team met Team of the Seasons erin of zo, want ik heb bijna geen munten meer op dit account. En ja, jullie weten allemaal hoe geweldig FIFA is. Je kunt namelijk niks verkopen op dit moment, op niks verkoopt. Dus ja, ik kan ook geen Inform Racket iets halen of zo. Maar ja, wat maakt ook allemaal uit? Dit is natuurlijk uiteraard. En dit is uiteraard ook niet het account waar ik First Owner Messi, Lacazette, Player of the Year en al die Team of the Season heb. Want op dat account zit ik nog niet in Divisie 2 zoals ik hier zit. Dus ja, ik kan jullie wel al zeggen, maak vast voor volgende aflevering allemaal een team. Met eventueel wat Team of the Seasons erin. Misschien echt een leuk team, een leuk hybridje. Wat ik misschien kan gaan maken voor volgende aflevering. Dan zorg dat ik weer munten heb. En op die manier kan ik dan ook een keer een team maken met Team of the Seasons. Om te gebruiken op mijn weg naar Divisie 1. Inmiddels laat FIFA niet, maar dat zijn we inmiddels gewend. Dus we wachten even rustig. Nou, let's go. Oh mijn god, 83 rated. Oeh, sexy hoor. Mario Gomez, man of the man, man. Hij speelt wel met 3 verdedigers. Dat vind ik altijd leuk. Oh, zie de wow, wat? Ja, dat is 1-0. Haha, dat is snel. Fucking snel, ik moest hem even pauze zetten, even mijn oortje in doen. En ja, ik doe hem in en hij zit meteen. Wow, lekkere loopactie. Ja, nou ja, ok. Oh, wat een paas. Oh, dit wordt echt de wedstrijd van Antoine Griezmann. Ik vind hem niet altijd even fijn, maar 11 minuten en hij heeft er 2 in liggen. Dus dat lijkt het me duidelijk. Oh, lekker paasje van Sanchez. Wat staat hij? Wat gaat het goed? Wow, Thibaut Courtois. Hij gooit Benzema in voor Asamoah. Dit is echt, ik weet niet waarom, maar het was net zo. Hij speelde dus met 3 verdedigers en Asamoah is nog een middenvelder, een linksmidden, die nog wel eens mee terugkomt. Aan de andere kant stond dus Guardado en die verdedigde totaal niet mee. Daardoor kon Griezmann de hele tijd vrij doorkomen en scoren. Maar nu brengt hij dus Pastore op rechtsmidden in plaats van Asamoah. Dus volgens mij krijg ik dan alleen maar meer ruimte, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat gaan we zien. Ondertussen... Oh, dat ging net niet, zeg. Oh, Griezmann. Dit is echt het potje van het leven. Oh nee, dit meen je niet als deze erin gaat. I'm fucking done. Antoine Griezmann. Wow, echt. Deze man heeft... Ik vind hem altijd best kloten. Dat zeg ik best vaak. Maar wat hij nu allemaal aan het doen is, ik weet het ook niet. Oh, ik rek echt... Die man echt compleet met Griezmann. Hij schiet uiteindelijk nog gewoon van buiten. Dus ja, alles lukt. Met die gozer. Laat ik even een longshot. Nou, Rakitic, maak het af. Oh, lul. Alsnog. Oh, stomme kut. Nee. Nee. Godverdomme. Dit doelpunt is alleen voor de statistiek. Ja, dat wel, maar ik wil, ja. Nou, ik wil dan gewoon godverdomme de nul houden. Het was een lekker potje van de kant van Griezmann, denk ik. Easy winnetje eigenlijk al snel. 2-0 voor, niks aan de hand meer. 6 punten, 2 wedstrijden. Het gaat prima, nog 5 keer winnen en we zitten in divisie 1. Zo simpel is dat. Op naar de volgende wedstrijd. Dit is het team. Oh, zo. Lekker veel voor de pensioen. Oké, nou, come at me, bro. Nee, moet het doen zijn. Denk ik. Overtuigend was dat. Goed, Leeuwa. Oh, wat een actie. Come on, Colasso. Marco Reus. Tering. Ja, het was... Ik weet niet, was het een zweet? Een beetje half, maar... Het was echt een best lekkere goal. Goed uitgespeeld. Ja, was lekker. Weer snelle voorsprong. Ah, Reus was er gewoon langs. Boom. Oh, what the fuck, die keeper. Al uit. Oh, what the fuck, die keeper is echt kapot goed. Fetchie. Oh, dat is nog eens een manier om iemand een overtreding te maken zonder een overtreding te krijgen.
Ja, leer jij maar eerst gewoon FIFA spelen voordat je allemaal Rabona's gaat doen en Rainbow Flicks. Oh, Robben. Oh, Robben, waar stopt dit? Daar, oké. Okay. Hop. Was het buitenspel? Nee. Nou, dan moet hij erin. Wat doe je? Wat doet hij? Stomme debiel. Ja, maar dat doet deze man. Woo! Ja, dit was echt... Hij heeft denk ik geen zin meer of zo. Zoiets zou het zijn. Wat doet hij? Ah, die goal. Kun je net zo goed ook gewoon rage cutten, weet je. Als je dat soort dingen gaat doen. Ja. 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 Easy. What the fuck? Hoezo gaat alles zo makkelijk? Goeie baas, zeg. Goeiedag, schotel. Nou, rage cut alsjeblieft, jongen. Want je hebt echt werkelijk waar geen enkele kans. Ah, scheid. Je hoeft niet aan meelijden op deze penalty te geven. Wat is dit nou weer voor bullshit? Jongen. Godverdomme. Roichi. Nee. Kut. 3-2. Ref. Ah, hoe kun je hier nog geen penalty voor geven, joh? Hop dan nu. Kom aan, Robben. Nu moet hij erin. Oh, nee, dit meen je niet. Ja. Dit is goed. Oh, tramp. Oh, Golasso. Shh. Fuck dit, jongen. Hier. Ik had al lang 3 penalties moeten hebben, aangezien hij ook een penalty voor niks kreeg. Dus dit verdient hij. Was het trouwens geen buitenspel? Oh, nee, ik stond er... Huh? Huh. Heb ik echt gelukt. Stel, hij zet die stap voor die speler, is het buitenspel volgens mij. Lewandowski. 5-2, Lego. Oh, hij blijft binnen. Wat een paas. Oh, we hoeven gewoon nog maar 3 keer te winnen. En dan staan we al in divisie 1. En nog 4 keer en dan pakken we de titel. Ik heb alles nog steeds in 1 keer gehaald. En hopelijk gaan we 1 dan ook halen. Dat ga je zien in de volgende afleveringen die allemaal nog gaat komen. Vergeet deze video in ieder geval niet een blauw duimpje omhoog te geven. Check de afspeellijst in de outro. Bedankt voor het kijken. En later mensen.